Het is heel een beetje koud. Ja. Yeah.
Dit gaat wel sneller dan het vertrouwen, denk ik.
Maar dit is ook een camera. Niet zo koud kijken zeker. Of lukt het niet? Ja. Kees, kun je eens kijken of de livestreamcamera of die wel goed gericht staat? Ja, die staat wel goed gericht. Ja? Ik heb net gekeken. Dus ik sta in beeld. Moet dat? Moet dat? Ja toch? Ja. Ja, dat wist ik niet, joh. Dat wist ik niet. Oh, dat heb ik alles overnieuw doen. Ja, dat kan niet, helaas. Thank you.
Veel succes verder. Dat wij al mooi kunnen.
Uit de geestelijke wereld, niet van de engelen. Nee. Ik heb engelen. Ja, dan wat er nou weer dubieus. Ja. En ook niet de gravin. Ja. 157. 1, 2, 3. 1, 2, 3.
Dan doe ik zo, dan doen we gewoon om en om. Zo, zo, zo. Doe je gewoon zo. Ja. Ja, kan ook. Het is wat je allemaal doet voor ons lieve heer. Hè? Ja. Ik ken het. De performance is nog aan de gang. Zeker. De performance is nog niet klaar. Eén pakketje ijzer. Eén pakketje ijzer. Ja, op de eerste sukkel. Plastic. Recycle plastic. Plastic. Plastic allemaal. Ook plastic. Gebruik plastic. Tafel nummer 2. Exclusief. Authentiek. Gebruikt papier. Van een daadwerkelijk kunstwerk. Okay.
moeilijk. Moeilijk strikje. Moeilijk strikje. Ah, ik ga het wel doen. Dan dingen moeilijk en soms gaan dingen makkelijk. Lukt het? Ja, dankjewel. Hier naartoe. De veiling kan beginnen. Heeft u ooit een veiling bijgewoond, een kunstveiling? We zullen even droog oefenen, dus aarzel niet. De biedstapjes zijn 50 cent per bod. En het gaat ongeveer zo. We hebben op kavel 1, la 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 la. En dan beginnen we met 1 euro. En dan zegt u 1,50 euro. En meneer 1,50. 1,50, 2 euro. 2,50 euro, 3 euro. U steekt dus uw hand op als u wilt bieden. En u kunt kans maken op een stuk van authentiek kunstwerk. Nou, fijn allemaal dat u aanwezig bent bij de kunstveiling. Het eerste kavel, zoals ook kavel 2 en 3, is aangeboden door kunstenaar Kim Engelen. Ik heb haar zojuist gesproken. En het eerste kavel is een stapel papier afkomstig van authentiek kunstwerk. Mensen, authentiek 21 eeuws kunstwerk. Want het is inmiddels een gerecycled kunstwerk, de nagebootste Egbert Gorterbrug. De prachtige Egbert Gorterbrug van het zeer mooie Almelo, mag ik wel zeggen. De naam van de brugsculptuur is, of moet ik zeggen was, Questioning My Significance. Twijfelen aan mijn betekenis. U heeft het in de afgelopen maand mogen bezichtigen toen u voorbij kwam bij het geweldige kunsttoontje. En ik mag nogmaals banen in het mooie gemoedelijke Almelo. Daar heeft dit kunstwerk een maand gestaan en niet alleen dat. Het is ook hier in Almelo gemaakt. Met de Egbert Gorterbrug als grote voorbeeld. Dus het kunstwerk is het kleine zusje van de Egbert Gorterbrug. Ze is ook niet blauw geweest, maar rood. En dan mag u even denken, wat wilt u hiervoor bieden? Wat kost een kunstwerk? Wat kost een stapel papier? En ik ga vertellen dat we beginnen met een hele schappelijke prijs. Een ontzettend lage prijs. Namelijk 1 euro. Dus 1 euro voor dit leuke eerste kavel. Laten we zeggen dat we met 1 euro beginnen. Wie biedt er 1? Het is helemaal niks. 1 euro. Ja, ik heb daar 1 euro. Hartstikke fijn. Bedankt meneer voor de eerste bod. 1 euro. 1,50 euro. Dank u wel meneer. 1,50 euro staat er in het beneden. 1,50 euro. Ja, dankjewel. 2 euro. Oh, ik zie daar 2,50 euro. Hartstikke mooi. Gaat iemand hoger dan 2,50 euro? 2,50 euro. Ja, ik zie daar 3 euro. Hartstikke fijn, de meneer met het mooie huts. Muts. 2 euro hebben. 3,50 euro. Gaat er iemand mee? 3,50 euro. Ja, 3,50 euro. Hartstikke mooi. Hebben we nog iemand die het hoger wil doen? 3,50 euro. 3,50 euro. Ja, we hebben nog toch nog 3,50 euro. En dan 4 euro mensen. Dat is prachtig. 4,50 euro. Dat was hem. Oké, dan gaat hij nu weg voor 4 euro. Ja.
cirkel aan de leuke man, meneer met een mooie hand. Mag ik vragen wat uw bidnummer is? Schrijf het even op. 4 euro. Nummer 1? Nummer 1. Mooi, kaart 1. Nou, dat was toch een hartstikke mooie start van de kerk. Oh, het weer. Er gaat hier helemaal geen mee. Even kijken wat hier nog. De live mensen, of er nog biddingen zijn. Wilt u ook bidden? Zie ik hier biddingen? Nee, we gaan door naar kavel 2. Kavel 2. Wat ziet u daar? Wat is dat? Weet u het? Ja. Het is gewoon een bundeltje plastic. Het was ooit een 1,50 meter hoog kunstwerk. Een kunstwerk met, ik zou zeggen, een ziel, of niet? Of kunnen alleen levende wezens een ziel hebben? Aan u de vraag wat u daarvan denkt. Is het gewoon een stuk schot, een stuk plastic dat we moeten recyclen? Aan u de vraag. Waar zullen we met dit bod beginnen? Is het 2 euro, 3 euro? Ten slotte waren deze plastic elementen belangrijk voor het sculptuur om overeind te kunnen blijven. Ja, ze moeten beginnen toch met 2 euro, 2 euro schappelijke prijs. Ik heb meteen 2 euro hiervoor aan. Hartstikke fijn, meneer. Oh, 3 euro. Ik ga nu met stapjes van 1 euro in plaats van 50 cent. 3 euro waren we gebleven. 4 euro. Hartstikke mooi. Ah, ik zie een nieuwe bidder. 5 euro. Hartstikke leuk, mevrouw. Gaat er iemand hoger dan 4 euro? 5 euro zitten we nu op. Gaat er iemand voor 6 euro? 6 euro? 6 euro? Zie ik daar, oh, die leuke mevrouw in de gele sjaal. Die wil 7 euro bieden. Nou mensen, is dat niet fantastisch? Zoveel is kunst dus waard. 7,50. Hebben we nog andere mensen? 7,50. 7,50. Ja, ja, toch. De laatste doe je 8 euro. Wel, hartstikke fijn meneer. Want het geld gaat uiteraard naar een goed doel. En wat is dat goede doel? Nog meer kunst maken. Ja, we kunnen er geen genoeg van krijgen. Dus 8 euro. Nog iemand anders? 8 euro. Dan gaat hij weg voor de leuke meneer. Voor 8 euro verkocht. En ik schrijf hem weer bij u erbij. 8 euro. Nummer 8. Eens kijken of we nog iets leuks meer kunnen vertellen. Ja, heel belangrijk gedeelte van het kunstwerk. Het geraamte. Het skelet. De backbone, waar het om gaat, waardoor je overeind blijft. Dat is het laatste kavel van deze veiling. Gaas, kippengaas. Of is het de backbone van een kunstwerk? Aan u de vraag. Wat u ervan denkt en wat u ervoor wilt geven. Ik denk dat dit het wellicht de belangrijkste kavel is van deze drie. Dus laten we gewoon zeggen dat we bij 5 euro beginnen. Stemt daar iemand mee in met 5 euro? 5 euro? Ja, heel fijn, 5 euro. Ik vind dat u ook wel een kavel nog verdient. 5 euro, 5 euro 50. 5 euro 50. Het is een beetje moeilijk tegen het licht. En ja, helemaal achterin, 6 euro. Zet meteen 6 euro, hartstikke mooi. 6 euro 50. 6 euro 50. Gaan we naar 7 euro. 7 euro, hartstikke mooi. 7 euro 50. Oeh, de twee gaan tegen elkaar op. Gaat meneer voor 8 euro? Oh, mevrouw gaat meteen voor de 8 euro. 8 euro 50, meneer. Wilt u mee? De 8,50 euro? Ja, dan gaat de 8,50 euro. Hartstikke goed. 8, oh, 9 euro zitten we al met. Wat spannend! Is er iemand die voor 9, boven de 9 gaat? Dan ronden we het gewoon af naar boven, naar 10. Wie gaat er voor 10 euro? Ja, 10 euro voor de kunst. Ah, nee. 10. Okay. Oh, een nieuwe bieder. Ach, geweldig. 10 euro. Hartstikke mooi. Gaan we voor die 10 euro of gaat er nog iemand naar boven? Boven de 10 euro? Goed, dan gaat hij weg voor de nieuwe bieder. Verkocht voor 10 euro. Hartelijk bedankt mensen voor uw opkomst, voor uw komen. Want dat is ook een heel, heel, heel belangrijk deel voor de kunst. Zo steunen we elkaar. Heel hartelijk bedankt. Einde voorstellen. Dag ook, dag. Ik had hem al opgehangen. Dank je wel.
Wat was die dan? Jullie gaan snel in de jenever. Ja, in ieder geval naar de warmte. Jij stopt ook mee, hoor, of niet? Hé? Jij stopt ook mee? Nee, je stopt meegenomen.